En dan zijn we ready voor onze volgende gym battle. We gaan de derde badge pakken, jongens. Yo, Nintendo fans en yo, Rikachu Army. Wil je ook in de Rikachu Army? Druk even op de abonneerknop. En dan gaan we snel verder met Pokémon Sword voor de Nintendo Switch. In de vorige video hebben jullie kunnen zien dat mijn Farfetch is geëvolueerd in een Surfetch. En mijn vraag aan jullie, welke Galarian Pokémon vinden jullie het tofst? Oftewel, eigenlijk, welke Galarian Form Pokémon vinden jullie het vetst? Dat kan bijvoorbeeld deze Linoon zijn die in mijn team zit. Maar ook, ja, Surfetch is eigenlijk geen Galarian Form. Het mag ook een evolutie zijn. Bijvoorbeeld, dus het mag ook Obstagoon zijn. Jullie snappen denk ik wat ik bedoel. Of niet, want ik ben een beetje vaag op dit moment. Maar als je het wel snapt, geef even een reactie hieronder in de comments. We zijn onderweg naar Kaboe. En we zien hier hell of a load of pseudo-widows. Oh, en we zien hier Sok. Oh, Sok komt achter me aanrennen. Nee, 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 nee. Oh, ja, ja, ja. Wij gaan blijkbaar wel battelen. Oké, Sok. Je had er zin in, hè? Maar, dude, ik heb helemaal geen zin in jou. Ik wil jou niet battelen. Ga weg. Nee, ik kan niet weg. Ah, laat me wegrennen. Goed zo. Ik wilde helemaal niet battelen met Sok. Want zoals jullie waarschijnlijk wel weten, mag ik alleen Galarian Pokémon of Pokémon vangen die in Galarian vorm evolueren. Anders doe ik ze niet in mijn team. Ik zag hier sowieso een Galarian Pokémon. Yo, what up, Hatena? Kijk, Hatena mogen we sowieso wel gaan vangen. Oeh, hij doet Disarming Voice. Een fairy type movie. Wij doen Struggle Bucky. Ik weet ook eigenlijk niet of die Hatena wel cool genoeg is voor ons team, hoor. Ik moet zeggen dat er een heleboel toffe nieuwe Pokémon rondlopen in Galar. Maar bij Hatena twijfel ik eigenlijk wel een klein beetje of ik deze tof genoeg vind. Wat vinden jullie van Hatena, jongens? Vinden jullie dit een leuke? Dan vind ik eigenlijk die stuntvis van de vorige aflevering nog leuker dan Hatena. Nou ja, weet je wat? We hebben Hatena ook gewoon gesloopt. Dus ja, we kunnen hem geen eens vangen. Jammer voor Hatena, jongens. Helaas. La 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 la. Ik ga wel even battelen met deze trainster. Want dan kunnen we onze Pokémon nog even goed trainen. Komt u maar, mevrouwtje. Mevrouwtje Caroline. Gooit er een Jampertje uit. Super cute Jamper. Blijft een hele, hele leuke Pokémon. En elektrisch is een van mijn favoriete types. Dus ja, Jamper is gewoon cool. Maar we moeten wel Jamper even verslaan. Daarvoor gaan we proberen met Confusion wat damage te doen op Jamper. Dat is ongeveer een kwart van zijn HP. Jamper doet even roar. Dat betekent dat Dottler, ja, terug wordt geblazen en Twacky in de building komt. Nou, dat is helemaal prima, want Twacky is denk ik nog net even ietsje sterker dan Dottler. Hop, oeh, hij heeft 2 HP over. Waarom val je me niet gewoon aan, mevrouw Caroline? Waarom ben je alleen maar aan het blaffen? Nu mag Linoon het afmaken. Ja, dan ga ik gewoon mijn pinmissaal afmaken. Gewoon, zo een paar van die pinnetjes, zo. Dikke doei, Jamper. Normaal gesproken zou ik die aanval niet heel snel gebruiken. Maar ja, nu was het net zo makkelijk. Karkol level omhoog. En dan moeten we nu tegen Swoobat. En weet je wat? Karkol mag gewoon lekker die battle gaan doen. Mevrouwtje doet Confusion. En ik doe Ancient Power Root. Dikke doei, Swoobat. Zo gaan die dingen. Dottler en Toxel, beide een level omhoog. Ik ben benieuwd wanneer die allebei gaan evolueren. Dottler en Toxel. Ik begin het wel een klein beetje tijd te vinden voor een evolutie van die twee Pokémon. Een evaluatie is heel wat anders. Dat is een soort van analyse over die twee Pokémon. We gaan kijken of we in deze aflevering misschien kunnen gaan battelen met Kaboe, de Fire-type gym leader van de derde gym in Galar. Maar eerst moeten we even afrekenen met Raymond. En Raymond die gooit even een Growlithe. Ja, dat is niet zo leuk voor mijn Dottler. Als ik nu een vuurmove op mijn bakkes krijg, dan heb ik een probleem. Dus ik denk toch dat we het beste effortjes kunnen wisselen. Oh, hij doet bite. Nou, dat hadden we misschien nog wel overleefd. Flame Wheel, dat had in ieder geval wel behoorlijk pijn gedaan op Dottler. Karkol kan het natuurlijk hebben. Hoppakeetje. Ja, Growlithe vindt Ancient Power niet leuk. Dat weten we. Doei, Growlithe. En dat was alweer het einde van Raymond. Nou, hij kan er in ieder geval wel om lachen. Daar ben ik blij mee. Laten we deze brug oversteken. Met de Wilderia onder ons. Waarom fiets ik trouwens? Niet. Fietsen gaat veel sneller, Rick. Let's go. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to... La, 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 la. We moeten natuurlijk wel die derde badge even pakken. Mop.
Hoppakee, naar de gym, jongen. Nou is het wel de vraag welke Pokémon we gaan gebruiken voor die gym. Want Dottler en Twacky, die gaan het niet overleven tegen vuurtype Pokémon. Toxel is nog niet sterk genoeg, dus dan blijven er eigenlijk maar drie over. Surfetch'd, Linoone en Karkul. Zullen we voor de grap als eerst gewoon Linoone in gaan zetten? En dan gaan we gewoon kijken wat er gebeurt. Nee. Eigenlijk moeten we Karkul als eerste inzetten. Ik denk dat dat de beste optie is. Oh, we moeten wachten tot de ochtend. Het is avond hier zo en Kaboe is blijkbaar lekker aan het tukken. We moeten eerst even hier naartoe, naar het hotelletje. Dan moeten we even een nachtje chillen in het hotel. Hey, Marnie! What up, Marnie? Oh, Rikachu, toch? Het is wel een beetje laat nu, hè? Wil je me even helpen? Ik wil even kijken of ik klaar ben voor de volgende gym challenge. Nou, is goed. Gaan we doen? Oh, de Team Yell members die staan er alweer achter. We gaan battelen tegen Marnie, jongens. Marnie, I love you. Jij bent een van mijn favoriete side characters in een Pokémon game ooit. Gewoon nu al. Ja, Croagunk is wel altijd een probleem. Ik hoop dat we hem een beetje snel kunnen nakken, want Croagunk kan echt heel je team gewoon opfokken met Swagger. Oeh, Revenge gaat ook pijn doen. Oh. Zijn Swagger move is ook super irritant. Daarmee confused hij dus gewoon je Pokémon. En hij boost jouw attack. Dus als je dan jezelf raakt, dan raak je jezelf echt hard. Maar gelukkig hebben we redelijk snel met Croagunk af kunnen rekenen. Twacky gaat naar level 28. Krijgen nu te maken met Scraggy. En dat laat ik even over aan Surfetch'd. Go Surfetch'd! Oude baas die je er bent. Oh, kies precies de verkeerde move. Oeps. Oeh, die low kick doet pijn, man. Volgens mij is dit ook geen slimme move om te doen. Oh ja, tuurlijk wel. Hoppakee. Doei, Scraggy. Later. Oké, de volgende is Morpeko. Daar mag jij even mee afrekenen, Twacky. Morpeko. Of denk eigenlijk Morpeko. Ik vind die echt wel super schattig, hoor. Wat een leuke Pokémon is dat. Ja, oké. En die bite move deed fair enough damage. Kijk, dit vind ik zo grappig. Dan krijgt hij gewoon een andere vorm. Nu is hij super boos. Ik ga eens even kijken of Knuckle wat damage doet. Oh, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk is Morpeko namelijk een Dark-type Pokémon. Nee, dit schiet niet op. Ik denk dat Morpeko gewoon mijn Twacky gaat nakken nu. We gaan het zien. Morpeko is namelijk ietsje sneller. Ah, nee. Oké, we houden nog 10 HP over. GG, Marnie. GG, Morpeko. Ik ben een fan van je. Daar ging die. Surfetch'd. 25. Wil die tech leren? Hoeft niet van mij. Door naar de volgende battle. Want we hebben Marnie hiermee ook verslagen. Sorry Marnie. Ze zegt ik ga maar naar bed. Een beetje uitrusten voor morgen. En dan gaat ze morgen deelnemen aan de gym challenge. En dat is iets wat ik ook ga doen. Terwijl mijn Pokémon nu lekker aan het uitrusten zijn. En daar zijn we. De volgende ochtend. Hoi Marnie. Goedemorgen. Heb je toch wel lekker geslapen? Marnie zegt je vriend is al naar de gym. En hier krijgen we nog even de leak card van Kaboe. Oh, en we krijgen nog een extraatje. 2 burn heals. Oeh, dat is nice. Dankjewel. Je bent super aardig. Oké, laten we samen gaan. Laten we gaan naar de gym challenge van Kaboe. Oh, Hop staat alweer klaar. Ja hoor, je hebt zeker alweer gewonnen. Jij bent zeker alweer klaar. Ja hoor, zie je, hij is alweer klaar. Nou, dan zijn wij nu aan de beurt. Let's fix this. Daar zijn we weer in ons mooie outfitje. En we gaan beginnen aan de derde gym. Oké, wat moeten we hier nou weer gaan doen, jongens? Hallo, meneer met snor. De gymmissie van de vuurgym is Pokémon vangen om punten te halen. Oké, als we de Pokémon in het gras gewoon verslaan, krijgen we 1 punt. En als we ze vangen, dan krijgen we 2 punten. Nou, helemaal goed. Laten we beginnen. Ik zie hier sowieso een Vulpix. Laten we battelen tegen Vulpixie. Oh, kijk. We hebben allebei hetzelfde idee. We zetten allebei onze steenpokémon in. Weet je wat? Ik ga gewoon gelijk proberen om Vulpixie te vangen. Met een Great Ball. Let's go. 1, 2. Oef. Oef. Ja, weet je wat het is? Er is meer water dan vis. Ja, en je wil natuurlijk niet die Vulpix slopen. Rolycoli gooit een tackletje. Ik ga gewoon alleen maar Pokéballs gooien. Ik ga geen eens battelen. Ik ga gewoon alleen maar Great Balls gooien. In de hoop dat ik die Vulpix ga vangen. 2, 3. Gaan we vangen? Lekker hoor. Oeh, Karkul wil Incinerate leren. Dat wil ik op zich wel, want mijn special attack is beter dan mijn normal attack. Dus let's go, Flame Charge weg en Incinerate leren. En Vulpix staat in Le Pokédex, zie? Maar die gaan we natuurlijk niet gebruiken. Hoppa, hebben we gelijk 2 puntjes, jongens. Dat is lekker. Laten we doorgaan naar dit veldje. Wat voor Pokémon zien we hier? Het is een... Wow, deze is vet. Een Sizzlipede. Zal ik gewoon gelijk weer een Great Ball gooien? Hoppakee, kom maar. Nee, het lukt toch niet in één keer. Salander doet fake-out. Doet hij nou fake-out op mij? Zit hij nou mij te slaan? Salander doet gewoon een move op mij. Een aanval op mij. Is het niet dat we eigenlijk horen samen te werken om deze Pokémon te vangen? Ja, het is niet echt samenwerken, want ik ben alleen maar ballen aan het gooien. Hier, Salander doet weer een move op mij. Salander, wat ben je aan het doen, jongen? Jij gaat down straks, jongen. Jij gaat straks keihard down. Je zit alleen maar mij aan te vallen, heel gek. Ik wil deze Pokémon trouwens wel hebben, want ik vind deze echt heel tof. Ze zitten alleen maar mij aan te vallen. Ja, ik ga jou ook
niet helpen, jongen. Ik ga alleen maar great balls gooien. Zoek het maar lekker uit. Als je mij aan gaat vallen, dan ga ik je helemaal niet meer helpen, vriend. Kom maar, drie, kom maar. Yo, we hebben Sizzly Pete. Deze is super nice. Maar ik moet je wel zeggen, ik heb natuurlijk al een Fire-type Pokémon in mijn team met Karkul. Dus hoe tof deze ook is, hij kan alleen in de plaats komen van Karkul. Maar ik vind Karkul super goed. Oh, en Sizzly Pete is blijkbaar ook bug. En ik heb ook al met Dottler een bug-type Pokémon in mijn team. Dus hij is super tof, maar hij past niet echt in mijn team. En dat vind ik best wel jammer. Maar ja... Sorry man. Maar even tussendoor. We hebben wel gewoon 4 puntjes al nu, hè. Oké, let's go. Is dit een Litwick? Is dit gewoon een Litwick? Zit Litwick ook in de game? Ja, nice. Nice. Oeh, kijk, deze trainer heeft gewoon een Sizzlypeed. Ja, ik blijf gewoon Great Balls gooien hoor. Ik wil al deze Pokémon vangen. Misschien zijn ze wel super zeldzaam in de game. I don't know. Dan heb ik ze gewoon alvast. Hoppa! Met de eerste Great Ball hebben we gewoon een Litwick gevangen. Lekker hoor. Super dope. Deze beschrijving trouwens hè, van deze Pokémon. This Pokémon takes lost children by the hand to guide them to the spirit world. Oftewel, hij begeleidt kinderen naar het Rijk der Geesten. Duister. Yo, we hebben weer een gym missie gecleared. Ja, en wij hebben alle Pokémon gevangen. Dus ja, wij hebben dit sowieso gewonnen. Lekker hoor. Dan mogen we nu tegen Kaboom. Gooi ik nog even een potion op Karkul. En dan zijn we ready voor onze volgende gym battle. We gaan de derde badge pakken, jongens. En dat gaan we doen in dit stadion, waar we het tegen Kaboom moeten op gaan nemen. Oh, daar staat hij al. Hij staat naast me. Hij ziet er wel een beetje moe uit, hoor. Had jij niet gewoon Kamoe moeten heten, eigenlijk? Of is hij gewoon al wat ouder? Komt het misschien daardoor? Nou, hij is wel eerder bij de middenstip dan wij. Dat dan weer wel. Welkom, ik ben Kaboom, de Fire-type gymleader. Het feit dat je hier bent, betekent dat je Milo's grastypes en Nessa's watertypes al hebt verslagen. Dat is super knap. Elke trainer jaagt naar victory. Maar ja, dat doen je tegenstanders ook. En aan het einde betekent dat degene wint die het meest krachtig is, die het meest potentie heeft. Ja, gewoon die het meest sterk is. Let's go! We gaan deze battle doen. Ben je ready, Kaboom? Ik heb niet super goede counters voor Kaboom. Nogmaals, ik heb dus eigenlijk maar 3 Pokémon die ik in kan zetten tijdens deze battle. De rest is of te zwak, of heeft gewoon de verkeerde typing. En hij begint met Ninetales. En ik begin met Karkul. En we kunnen natuurlijk ook keihard gaan Dynamaxen. Mijn enige hoop is eigenlijk Ancient Power in deze battle. De move Ancient Power moet deze battle voor mij gaan winnen. Gelukkig doen zij lekker vuurtype moves op mijn Karkul. Die zijn not very effective. En hiermee moeten we gaan pakken. Ancient Power. Soms worden al je stats ook geboost door Ancient Power. Dat gebeurde nu niet. Waarschijnlijk moeten we hem nu dus 3 keer raken. Het gebeurt nu weer niet. Dat is super jammer. We krijgen een fire spin op onze bakkes en die zal ons elke beurt blijven raken. Dat is ook wel een beetje naar hoor. Dan gaan we nu voor Smackdown om deze Ninetales te finishen. Boom! Later Ninetales. Die hebben we alvast verslagen. Dan hebben we nu nog 2 Pokémon die we moeten verslaan. Toxel gaat naar level 25. Oeh, en de volgende is Arcanine. Ja, super mooie Pokémon. Echt heel vet. Kaboom mag sowieso trots zijn op zijn team. Oké, we gaan door met Ancient Power. Let's go. Hopelijk boosten we onze stats nog een klein beetje. Dat zou lekker zijn. Ja, kijk, nu werkt het wel. Mijn aanval gaat omhoog. Mijn verdediging gaat omhoog. Mijn special attack en mijn special defense. Allemaal omhoog. Nice. Hij doet agility. Ik zou dat niet zo heel snel doen. Daarmee wordt hij alleen maar sneller. Lijkt mij niet de beste move om in te zetten in zo'n battle. Je bent namelijk nog steeds niet sneller dan ik. En wij doen nog een keer Ancient Power. Kijk, en nu verslaan we Arcanine gelijk. Hoppakee. Door naar de laatste Pokémon, jongens. Karkul, Dottler en Linoon. Alle 3 een leveltje omhoog. En dan zijn we nu aangekomen bij de laatste Pokémon. Een Sandyscorch. Oké, we houden het bij Karkul. Light and fire and get your mind moving, Kaboom. Sandyscorch komt eraan. Oeh, en dat is de evolutie van Sizzlypete. Oh, deze is wel heel nice. Maar we gaan natuurlijk keihard Dynamaxen. En dan doe ik Max Rockfall op zijn bakkes, jongens. Let's do this. Laten we Karkul eruit gooien. Onze minecar. Onze gigantische minecar. Check dit. Roar. Super cool. Ja, en natuurlijk gaat Kaboom ook Dynamaxen. Dus ik ben benieuwd, jongens. Oh, hij gaat zelfs Gigantamaxen. Zijn vorm gaat nu veranderen. Ik ben onwijs benieuwd. Ik vind het sowieso al een hele vette Pokémon. Wow, dit wordt gewoon een soort van tweede Rayquaza of zo. Een of andere gigantische vuurdraak. Ook hier dit, jongen. Dit lijkt ook op Rayquaza. Wat is dit een vette Gigantamax. Deze is echt heel nice. Maar ja, is die ook sterk? Want we doen Max Rockfall op zijn pakkes. Boom! In één keer! Gewoon die Gigantamax in één keer geklaard. Heerlijk gedaan. Dat was hem.
We hebben onze derde badge al binnen. Lekker, dit voelt goed, man. Hoppakee, Thwacky, Surfetch, leveltje omhoog. Dit was perfecte training, jongens. En we pakken gewoon de derde badge hier bij Kaboom. Ik ben toch wel blij dat we gewoon nog één Pokémon hadden die super effective moves heeft op Fire. Daarom kunnen we Karkul ook gewoon echt niet uit ons team doen. Kaboom zegt, vaak word ik beschouwd als een soort van wegversperring, maar jij hebt me toch verslagen. Je hebt talent. En dat talent wint het van mijn jarenlange ervaring. Ik moet nog heel veel leren, zegt Kaboom. Ah, dat is een hele sportieve verliezer, jongens. Jij en je Pokémon worden een fantastisch team. Ik ben dankbaar dat ik hier mocht battelen. En hier, als bewijs dat je mij hebt verslagen, heb je de Gym Badge. De derde, jongens. Lekker dit. Hoppakee. We kunnen nu Pokémon tot level 35 vangen. En we hebben het gewoon gefixt. Hop staat ons alweer op te wachten. En daar is de meneer met snor. Challenger Rickachu. Heel goed gedaan. Neem deze TM ook maar even mee. Will-O-Wisp. En we krijgen het uniform van Kaboom. Nou, dat betekent dat we hier klaar zijn. En dat we nu naar Hammerlock moeten. Richting de volgende stad. En daar gaan we. Snel, snel, Rick. Ja. Ik ben al onderweg. Rustig aan. Oh, daar komt Kaboom nog even aangehoppeld. Kaboom zegt, er zijn heel veel trainers die 3 gym badges hebben. Maar uiteindelijk nog geven ze het toch op. Dus ik wil graag een punt maken aan alle trainers die mij verslaan. Oh, kijk, en daar zijn Nessa en Milo ook. Ze hebben gebruik gemaakt van de Flying Taxis. Ah, het zijn leuke gymleaders. Ik vind jullie alle 3 op zich wel tof. Ik vind Nessa tofst, dan Milo en dan Kaboom. Maar jullie alle 3 zijn gewoon bazen. Ze willen nog een laatste groet uitbrengen aan ons. De volgende gymleaders zijn allemaal super sterk, maar ze geloven erin dat het gaat lukken. Nou, super bedankt. Leuk dat jullie nog even ons vaarwel kwamen zeggen. Laten we naar Hammerlock gaan. Oh, en om bij Hammerlock te komen, moeten we weer door de Wild Area. En daarvoor moeten we waarschijnlijk dit bruggetje oversteken. En Hop zegt, ja, ik ga mezelf een aantal hele toffe Pokémon vangen. Hier in de Wild Area. Oh, en daar is Bede is er ook weer, jongens. Oh, hij zegt tegen Hop, jij weet geen eens hoe je een Pokébal moet gooien. Gast, hij heeft toch Pokémon gevangen? Wat zit je nou te zeuren? Jonge. Hop en Bede gaan even battelen. Dat betekent dat ik even rustig door de Wild Area kan lopen. Oh, en hier een Pillow Swine tegenkom. Rustgevend muziekje. We lopen lekker door de sneeuw. Oh, en nu is de sneeuw opeens gestopt. Hallo meneer, wat sta je hier bij deze brug te doen? Oh, er wordt gezegd dat we waarschijnlijk de Pokémon hier aan de overkant kan niet eens kunnen vangen, omdat ze te sterk zijn. Nou, dat is lekker dan. Ik dacht dat ik hier gewoon een hele toffe nieuwe Pokémon kon vangen. Maar blijkbaar kan het niet. Ja, oké, ja, deze Snorlax zal ongetwijfeld te sterk voor ons zijn. Deze hoef ik niet. Even kijken of Uberout wat loopt wat ik wil. Oeh, Scorupi. Nice. Scorupi zit in de game. I like it. Ik vind Scorupi sowieso tof. Yo, en we struikelen gewoon even over een Wimpotje. Welk level is die Wimpot? Level 26. Die zouden we dus gewoon kunnen vangen. Oh, wauw. Ik wil wegrennen, maar dat kan niet. Nou, in dat geval wilde ik je slopen, maar drukte ik op de verkeerde knop. Lekker bezig, Rick. Oeh, kijk deze dan. Hier ligt een itempie. Ja, nogmaals. Ik mag alleen Galarian Pokémon vangen. Dus heel veel van deze Pokémon hier mag ik niet eens vangen. Dus daarom loop ik gewoon lekker snel door de Wild Area. Want ook Scorupi's die. Ja, die kunnen we niet pakken. Onze grote vuilnisbelt Pokémon. Ik vind het wel heel tof om te zien hoor. Al die Pokémon die hier gewoon redelijk vrij rondlopen. Wow, Golissopot. Holy crap. Daar loopt gewoon een super huge ass Golissopot. Ja, deze mogen we wel vangen. Maar ja, die heb ik al. Dus ja, dat schiet ook niet echt op hè. Nou, laten we hem dan maar gewoon verslaan. Doei doei, Zigzagoonie. Oh, later. Oh man, check die beware dan. Ah, dit is zo tof. Het lijkt me zo vet om hier lekker rond te gaan lopen. En al die Pokémon te vangen. Op het moment dat we ze straks kunnen vangen en de Pokédex moeten completen. Wel een klein beetje de weg kwijt. Ik weet niet of ik nog goed loop. Het voelt ook echt chill dat ik nu gewoon zo de camera om me heen kan draaien. Dat geeft echt een beetje een Zelda gevoel. Volgens mij is dat daar Hammerlock. Daar in de verte. Ja, dat moet wel Hammerlock zijn. Wow, Pikachu! Yo, haha. Er lopen gewoon Pikachu's in de Wild Area. Wow, een Araquanid popt hier even op. En Rhyhorns lopen hier. En wat er loopt hier allemaal? Oh, Dreadnoughts. Nice. Oh, dit is wel echt zo'n feestje, hè, om hier gewoon rond te lopen. Wow, check deze huge ass Corviknight dan. Holy moly. Oké, ik moet hier even doorheen. Ja, zo, slalom, slalom. Hier wat Solrocks. Hier ligt nog een item zo te zien. Ja. Yeah. Oh, een Large Leak. Heb ik dan nu een Small Leak of heb ik ook een Large Leak? Dit is gewoon een normale leak. Oh, wacht, die kan ik niet aan een... Ofwel, ik kan hem aan Surfetch geven. Ik heb even snel op internet opgezocht, maar je kan hem beter gewoon de normale leak geven, want de Large Leak, die doet gewoon niks. Het is wel een beetje vreemd, maar het is een ingrediënt blijkbaar. Nou, dan geef ik de normale leak weer terug. Hoppa, alsjeblieft. Yo, en dan zijn we bijna aangekomen bij Hammerlock. What? Zoveel wilde Pokémon hier, jongens. Hier kan je toch ook gewoon
uren in verdwalen om al deze nieuwe Pokémon te vangen. Nou, ik ga gewoon lekker snel door met mijn Pokémon-avontuur. Ik blijf niet te lang hier hangen. We gaan gewoon keihard door met de story. En daarvoor moeten we dus hier in Hammerlock zijn. Maar wat er in Hammerlock gaat gebeuren, zien jullie allemaal in de volgende aflevering. Abonneer hieronder als je bij de Rickachu Army wil komen. Doe zeker ook even een blauw duimpje omhoog. En volg me op twitch.tv/Rickachu als je me live wil zien gamen. Zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!